eigenlijk altijd. Kiel viel gisteren op de 1500 meter bij de start. Esther Kiel tegen Melissa Wijfje. Die rit 5 van in totaal 8 ritten. Hierna rijdt Ma de Jong, dan Groenewoud, Schouten en in de slotrit Joy Beunen tegen Sanne Inter. Kiel zal zoeken naar revanche. Naar die vervelende valpartij op de 1500 meter. De vrouw misschien wel van het WCKT als het gaat om het rijden van persoonrecords. Ze reed de 3, de 1500 meter, op de 3 kilometer en op de 5 kilometer. Persoonrecord van Wijfje is al lang geleden. 4:01:07, oktober 2019. En Wijfje heeft zo haar problemen gekend, maar is die helemaal te boven gekomen. Vorig seizoen geopereerd aan haar scheenbeen. Hele vervelende blessure waar ze lang last van heeft gehad. En heel rustig de kans gekregen om terug te keren van Team Zaanlander. Het vertrouwen ook gekregen. Ja, dat vertrouwen betaalde ze uit op de 1500 meter. Kan zij op die 3 kilometer ook aanhaken. Kiel met de voorsprong. Op 1000 meter. Een rondje 31-3. 18e achter Robin Groot. Wijfje 31-4. Gaat mee. Sampronius en Adema. De coaches van Wijfje. De vrouwen kennen elkaar, de jeugd, schaatsen ze samen in Haarlem. Daar komt Wijfje. Hier is aan het versnellen. Groot reed hier 31-6 ronde. 31-6, 59 ook voor Wijfje. 31-8 voor Kiel. Wijfje nu sneller in de rondetijd dan Kiel. Een verschil nog van 1,1 score. Beunen in de concentratie. Fantastische focus. Ja, en heel leuk. Daar zitten haar ouders en haar zus. Mooi shot. Kiel herpakt zich. Wijfje. En de rondetijden verhouden zich naar de rondetijden van Robin Groot. Die reed ook hier 32-0. Volgde dat op met 2-0, 32-3, 32-7. Dus er is een mogelijkheid om die tijd van Robin Groot te verbeteren. Dat zou voor Kiel weer een persoonlijk record betekenen. De vrouw die de rust vond in de marathonploeg. Daar het zelfvertrouwen kreeg op die manier werken. Bracht haar ook op de lange baan weer naar snellere tijden. Een Wijfje, 32-2, 32-0 voor Kiel. Nog steeds vlak achter Robin Groot. Maar nu ligt de kans, want de rondetijden van Groot gingen nu wat omhoog. Bij de vrouw moeten nog steeds tijd inhalen. Ja, dit is natuurlijk heerlijk als je een 3 kilometer zo met elkaar op moet rijden. Dan moet je wat winnen op deze Groot die doorkwam in 3:30:02. Met een rondetijd van 32-3. Kiel voor Wijfje. 32-4. Wint dus niets. Verliest zelfs iets. Ten opzichte van gaan ze niet redden. De slotronde van Groot ging in 32-7. Dus een goede race. Het zit dicht bij elkaar deze vrouwen. Wijfje wil nog wel, arm op de rug. De laatste meters waar Groot binnenkwam in 4:02:72. Is hier Kiel de snelste van dit duo. Maar haalt ze net die tijd niet. Een seconde langzamer, 4:03:72 om 4:05:78. Ah, het is voor Kiel wel een knappe tijd. Want het is haar tweede tijd ooit gereden. En dus wel...